nodigen u uit een wandeling te maken door tuindorp Vreewijk in het Goud en met ons te aanschouwen hoe dit tuindorp tot stand gekomen is. Wij bevinden ons op het Breeplein, een gedeelte van de snelweg E10 die dwars door Rotterdam loopt naar Dordrecht, Breda, Antwerpen en verder. Duizenden auto's passeren hier dagelijks en zorgen voor een niet aflatende bron van herrie en stank. Wie kan denken dat men in de grote stad Rotterdam, op slechts luttele meters afstand van de drukke Bree, een oase van rust aantreft waar het goed wonen is en waar geen herrie is en geen stank. Deze oase van rust is tuindorp Vreewijk, dat 50 jaar geleden werd gesticht en waarvan de Lange Geer en de Leeuwen tot de mooiste gedeelten behoren. Het gedeelte van de film dat u thans ziet, toont u beelden van de bouw uit het prille begin. De materiaalaanvoer geschiedde in die dagen ook al gedeeltelijk met motortractie. U ziet thans op de voorgrond het Maarland, 10 geburen en het melkpad in aanbouw. Op de achtergrond is reeds het afgebouwde laatste blok van de Lange Geer en de Korte Wellen zichtbaar. Oprit naar de Groene Hillendijk, met rechts op de achtergrond de eerste huizen van de Sanderingstraat. Hier is de Wijmansweg in aanbouw, gezien vanuit het kantoor. Men beschikte over een eigen zagerij die aan de voorde stond. Dit is de Groene Hillendijk, gezien vanaf de Dreef richting Sanderlingplein. En de bij velen nog wel bekende stoomtram. We gaan nu naar het toen reeds bewoonde gedeelte van Tuindorp. De Dreef, gezien vanaf de Groene Zoom, het manpad naar Leden. De vroegere werkplaats, tegenwoordig Den Uil geheten, gelegen tussen Herrepad en Dreef. Dit is de achterkant van Herrepad richting Voorde. Thank you.
achterzijde dreef richting Voorde. Let u eens op de weinige begroeiing in vergelijking met nu. Het heggenpad gezien van Leden naar Voorde. Wijpad richting Leden. Kinderspeelplaats tussen Langegeer en Dreef. Op de bocht in de dreef, ter hoogte van het manpad en zoals het thans is. Het manpad hoek dreef en hetzelfde plekje 45 jaar later. Het manpad richting Leden. Hoek smalle weer. Huidige situatie. Het vroegere Zuidervolkshuis met Brinkpoort. En Brinkplein. Zuigelingenzorg. En de vroegere winkel van Aurore. En zo ziet het beeld er nu uit. Wijpad gezien van de Voorde naar de Leden. En zo treft u het thans aan. De kruising voor de Dreef met op de achtergrond het consultatiebureau voor zuigelingen. Zo ziet het eruit in 1966. De Langegeer smalle zijde, richting Groene Zoom in de 20er jaren. Is de begroeiing nu. Dezelfde zijde gezien in de richting van de Bree. De kerk was er nog niet. Op de
achtergrond de bomen van de Groene Hille Dijk. Zijn nadien gebouwd, zoals nieuwe gedeelte Groene Zoom. Hovendaal. Beukendaal. Klingendaal. Rijneveld. Dordtse Straatweg. De Vaan. Gesticht, nu 50 jaar geleden, was het niet alleen uniek voor Nederland, maar trok het ver tot over de grenzen de aandacht. Bewaarheid zijn de woorden van de initiatiefnemer, meester Dr. K.P. van der Mandelen, gesproken bij de ingebruikneming van de eerste woningen. Zo mogen hier een tuinstadwijk verrijzen, waarin een meer harmonisch leven voor de stedeling mogelijk wordt.